Welkom bij deze podcast met tips om voor altijd jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En zoals je weet zit ik in Spanje. En in Spanje kom ik ontzettend veel leuke mensen tegen. Ik zit in een aantal Facebookgroepen. En iedere keer als ik daar iemand tegenkom dat ik denk, god, dat is een inspirerend persoon, dan neem ik contact op met iemand. En deze keer was het Jolanda van Zuilen. En die kwam ik tegen en ze sprak me eigenlijk meteen aan. Dus ik heb er een berichtje gestuurd om eens kennis te maken. We hebben een ontzettend leuk gesprek gehad. En ja, Jolanda heeft gewoon echt iets te vertellen en de wereld in te helpen. Dus Jolanda, superleuk dat je in deze podcast mijn gast wil zijn. En het belangrijkste voor mij is eigenlijk om te weten, of voor de luisteraars denk ik, hoe kom je hier? Wat doe je hier? En ja, wat doe je? Dus vertel eens je verhaal. Ja, nou, dat is goed. Ja, hoe kom ik hier? Eigenlijk heb ik al, ik denk 20 jaar lang, de droom om naar Spanje te gaan. Ik weet nog heel goed toen ik voor het eerst naar Spanje vloog en ik het vliegtuig uitstapte en ik zette mijn voeten op de Spaanse grond en toen voelde het voor mij, oh, ik ben thuis. Mm-hmm. En ja, sindsdien heb ik dat gevoel gewoon niet meer los kunnen laten. En is er altijd bij mij, op dat moment is er gewoon een zaadje bij mij geplant van ooit ga ik naar Spanje, daar hoor ik of zo. Maar dat heeft nog heel lang geduurd en met allerlei hobbels en bobbels. En uiteindelijk heb ik eigenlijk in coronatijd mijn droom doorgezet. Misschien wel omdat er toen nog meer urgentie was, omdat het toen nog meer op leek dat het niet ging lukken, zeg maar. Maar toen ben ik naar Spanje gegaan en heb ik... Tijdens de coronaperiode? Ja, dus in die tijd, tijdens de lockdown? Sterker nog. Eigenlijk nog vlak daarvoor. Want ik ben begin 2020 met een vriendin naar Spanje gegaan. Met als doel om wat huizen te gaan bekijken. Mm-hmm. Makelaars te spreken. En dat was in februari 2020. Ik weet nog heel goed. En wij waren daar een week. En we hadden eigenlijk net besloten om te verlengen. We hadden nog een week bijgeboekt. En op die dag kregen wij allemaal alarm-sms'jes en dingetjes uit Nederland. Van ja, en er is iets ergs in de wereld aan de hand. En jullie moeten terugkomen. En wij hadden echt gezegd, nou, hoezo terugkomen? We zitten hier heerlijk, dus we gaan helemaal niet terug. Maar ja, toen kwam dus dat allemaal. Hè, en toen konden wij nog net het laatste vluchten terug naar Nederland. Want wij hadden zoiets van, ja, laten we maar teruggaan. Want we weten niet wat er gaat gebeuren. Niet wetende dat dat vervolgens zou betekenen dat we gewoon 2 jaar niet konden reizen. Maar dat duurde mij allemaal te lang. Het heeft me heel veel gebracht ook. Want ik wilde online gaan werken. Omdat ik natuurlijk vanuit Spanje mijn werk wilde doen. Dus er zat een heel groot cadeau ook in die tijd. Maar toen was het oktober 2021. En toen dacht ik, ja jongens, het duurt me te lang. De groeten. Ik ga naar Spanje. Ik ga mijn droom vervolgen. En ik zie het allemaal wel. I'll cross that bridge when I get there. Als er moeilijkheden zijn. Maar dat was toen best wel in korte tijd dan eigenlijk. Dat je daar was en dat je toen besloot, ik ga toch. Nou, daar heeft anderhalf jaar nog tussen gezeten. Ja. Anderhalf jaar. Omdat ik iedere keer wilde ik gaan. En ja, kon het weer niet. Of waren natuurlijk allemaal moeilijke dingen met gedoe. Wat ik allemaal niet wilde. Dacht ik nou. En toen op een gegeven moment dacht ik in oktober, het is genoeg. Niemand gaat mij mijn droom afnemen. Dus toen ben ik naar Spanje gegaan. En toen leek het ook allemaal te kloppen. Alsof het universum gewoon dacht, nou daar is ze hoor, we gaan je even helpen. En toen heb ik ook echt werkelijk in die maand dat ik hier was, heb ik een huis gekocht. En 2 maanden later had ik de sleutels. En nu ben ik hier eigenlijk, heb ik zo nooit meer naar huis gevoeld. Zeg maar. En toen jij naar Spanje toe ging, waar woonde je toen? Dus je pakt het vliegtuig, je hebt je spullen gepakt? Nee, ik heb... Met het vliegtuig, met de auto, of hoe ben je erin gekomen? Ik had een appartement in Amsterdam, heb ik nog steeds. En daar begon het mee. Dat ik had dus in januari, dus in januari 2020, had ik mijn huis verhuurd voor 2 jaar. Want ik dacht, ja, ik ga naar Spanje, ik zie wel. Ik had nog geen andere plek, maar ik dacht... Ik wilde het eigenlijk voor een half jaar verhuren. En toen kwamen mijn huurders en die zeiden, kunnen we het ook voor 2 jaar huren? En toen dacht ik, oké. En toen heb ik het voor 2 jaar gehuurd. Maar toen ben ik dus met die vriendin naar Spanje gegaan. Maar toen moest ik na een week weer terug. Dus toen heb ik een tijdje bij mijn ouders gezeten. En toen ben ik op een gegeven moment in oktober ben ik gewoon met het vliegtuig hier naartoe gegaan. Want ik natuurlijk ging onderzoek doen. Dat was eigenlijk het idee. Ik ging onderzoek doen. Gesprekken voeren met makelaars. Rondkijken, want ik twijfelde tussen hier
hier in Costa Blanca of in Andalusië, in de Costa del Sol. Maar ja, het is hier geworden. En ja, ik heb jou het verhaal geloof ik ook verteld van, ik ben natuurlijk van de dromen bouwen. Hè? Ik bedoel, dat is ook wat ik natuurlijk doe met, met de mensen waar ik mee werk. Ik heb eind 2019 heb ik een mind movie gemaakt. Eigenlijk een soort video vision board, zeg maar, met bewegend beeld. Je hebt ja, dus het gezien, een moodboard, hè? Dus je maakt een moodboard, maar die maak je dan in videofilm. Dus ik weet dat een van de luisteraars of de kijkers dat misschien ook kent. Ik ben het ook heel eventjes op gaan zoeken. En, ik heb hem je laten zien, volgens mij. Ja. Ja. Het is wel erg leuk om te maken. Heel leuk, ja. En daar zat een plaatje in van, hè, want het idee is dat je daar allemaal plaatjes in, afbeeldingen zoekt of filmpjes zoekt van dingen die je graag in je leven wilt brengen. En daarbij ook affirmaties van, ik woon op de perfecte plek in het perfecte huis, ik zeg maar even wat. Dus ik had daar een plaatje in gedaan en dat was eind 2018. En ik weet nog, toen ik dit huis zag, toen ik hier aankwam in Spanje en ik had allerlei dingen gezien, appartementjes en ik had bij alles iets, nee. En toen kwam ik bij dit huis, ik kwam hier op het terras, want we zijn nu in mijn huis. Ik kwam op het terras, ik zag het uitzicht, ik moest gewoon janken. Ik voelde aan alles, ik zei tegen mijn makelaar, het maakt niet uit hoe je het regelt, maar regel het. Dit is mijn huis. En toen, een jaar later zat ik hier lekker op mijn terras en toen dacht ik, ik ga die mind movie nog eens terugkijken. En toen kwam ik dat plaatje weer tegen, wat ik daar dus eind 2018 in had gedaan. En nou ja, je hebt het gezien. Ja. Het was vrijwel één op één hetzelfde lijkt plaatje. Lijkt er inderdaad enorm op. Als het uitzicht wat ik hier heb. En dat was voor mij dat ik dacht, ja, zie je, mijn ziel heeft dat gewoon voor mij bedacht. En daarom was ik ook zo geëmotioneerd toen ik hier aankwam. Omdat ik gewoon wist, dit is mijn plek. Ja. Ik ben thuis. Maar was je al lang bezig met manifesteren en weet je wel, je hoort natuurlijk overal nu alles over manifesteren. Ja. Ben jij daar ook lang mee bezig? Ja, denk het wel. Ja, ik weet dat ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven. Dus ik ben ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb heel lang in de reclamewereld gewerkt. Op een gegeven moment heb ik net zoals iedereen in de reclamewereld denk ik een burn-out gekregen. En vanaf dat moment, ja, dat was eigenlijk mijn soort van startpunt van mijn persoonlijke spirituele ontwikkelingsreis. En toen ben ik van alles gaan lezen, natuurlijk over je hart volgen en wat wil je dan. Want ik had geen flauw idee. Hè? Mijn allergrootste vraag was altijd, wat doe ik hier? Mm-hmm. Waarom ben ik hier? Wat is de bedoeling? Ja. Laat het me in godsnaam zien, want ik weet het niet. Misschien herkenbaar voor veel mensen. Ik denk het. Bepaal, want hoe oud was jij toen? Toen jij. Toen was ik denk ik begin 30. En ik ben nu 48. Ja. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen. Ik kreeg ook allerlei gezondheidsklachten. Past natuurlijk mooi bij jou. Dus ik heb allerlei gedoe gehad. Ik heb de ziekte van Lyme gehad, ziekte van Pfeiffer. Twee keer een vrij ernstige diagnose. Burn-out. Inmiddels weet ik dat het allemaal een verhaal vertelt. En dat het mij geholpen heeft om mijn pad te vinden. En dat alles een bijdrage is geweest aan waar ik nu ben. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar ook het manifesteren is begonnen. Omdat ik op een gegeven moment leerde over de wetten van de natuur. Hè? De natuurwetten, de spirituele wetten. En dat je alles kunt creëren wat je wilt op het moment dat je... Je had natuurlijk ooit dat boek The Secret. Dat ken je misschien ook nog wel. Thuis ook liggen, ja, uiteraard. Dat was een van mijn eerste manifestatieboeken. Ja. Maar dat ging natuurlijk... dat was eigenlijk een beetje van... ga op de bank zitten, wachten tot het komt. Ja, ga maar gewoon zitten, ga maar mediteren. En dan komt het inderdaad wel. Ja. Daar wordt heel veel bij vergeten. Ja, nou, dat werkte ook niet. Maar ik ben daar door dat boek wel heel erg aangegaan. En geïnspireerd door al de schrijvers in dat boek. Dus ik ben heel veel van die mensen gaan volgen. En daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Maar ik kwam er wel achter van weet je, het begint eigenlijk met een verlangen. Het begint met een helder beeld van wat wil ik graag. Hè? Zodat je kunt focussen op wat je wilt. En door al mijn ziektegedoe, al mijn klachten, werd dat natuurlijk een ding, want ik wilde natuurlijk graag beter worden, zeg maar.
Dus daar lag mijn allergrootste uitdaging. Ik denk dat ik daar ben gaan oefenen met manifesteren. Van, hè, lukt het mij om mezelf beter te manifesteren, zeg maar. En daarnaast weet ik nog dat ik ook altijd met freelance... Ik heb heel lang gefreelanced ook nog als accountmanager in de reclamewereld. En ik weet nog altijd als mijn geld zeg maar op was. En ik had zoiets van, oh, er moet nu echt iets komen. Dan was het van, oké, daarboven, bring it on. En prompt de volgende dag kreeg ik een belletje van, nou, kun je komen? Dus er was ook een soort vertrouwen. En ik denk dat dat ook een basis is... van manifesteren, dat je het vertrouwen hebt, ook als het er niet op lijkt dat het gaat komen, maar dat je het vertrouwen kunt hebben van, zolang ik in beweging blijf en geïnspireerde actie neem, want dat is volgens mij het verschil met The Secret en hoe we nu denk ik de meeste mensen naar manifesteren kijken, dat, ja. Dat je vanuit een verlangen of een pijn en een doel of een beeld wat je hebt, dat je iedere dag een klein stapje daar naartoe neemt, dat je wel zelf ook. Ik zeg altijd, je hebt eigenlijk, je werkt samen met het universum. Het universum doet het stuk wat jij niet kunt doen. Maar zelf moet je natuurlijk ook jouw stuk doen. Ja. En samen kom je er dan. Ja. En ik ben erachter gekomen dat het op gezondheidsvlak heel lastig is voor mij om te manifesteren. Omdat daar ook een heel groot stuk angst zit. Mm-hmm. En op alle andere vlakken van mijn leven gaat het me eigenlijk heel goed af. En ik denk dat dat ook logisch is. Want er zijn altijd wel gebieden in je leven waar het meer stroomt of waar het minder stroomt. Dus... ja, zo is een beetje... En ben je dan ook met het manifesteren? Je hebt natuurlijk overal cursussen nu, manifesteren kun je leren, je hebt bepaalde stappen. Ja. Ik ben er ook absoluut van overtuigd, in die ervaring heb ik zelf ook, dat er ook heel veel onbewuste lagen onder zitten nog. Iets wat je als kind nog meeneemt of wat eigenlijk diepe, bepaalde overtuigingen die je dieper liggend hebt. Ja. Waarvan je denkt van ja, die overtuiging heb ik niet, maar die toch onbewust nog wel onderliggende lagen meespelen. Ja, want je hebt natuurlijk die berg, hè, je hebt natuurlijk het bovenste gedeelte, alleen het puntje, de rest is natuurlijk allemaal onderaan, die ijsschots. Waar we ons, weet je, op het water dan, hè, de ijsschots, ja, op het water, het bovenste puntje en onderin, dat zie je niet, maar het is er wel. Ja. En daar zitten natuurlijk ook heel veel onbewuste patronen. Ik heb ook de overtuiging dat je ook dat dient aan te pakken. Want als je dat niet doet, er zijn natuurlijk genoeg mensen die willen wel een huis in Spanje manifesteren. Die willen een ton op de bank manifesteren. Ik wil ook een ton op de bank manifesteren, maar het is nog steeds niet gelukt. Working on it. Maar ik werk eraan. Ja. Weet je wel? Ik kom er. Dus daar zit toch nog bepaalde onderliggende overtuigingen onder. Als je die niet aanpakt, dan gebeurt er ook niks. Nee, en bij jou gaat manifesteren dan meer vanzelf, behalve gezondheid. Hè, dan moet je daar wat harder mee werken. En dan is het allemaal net andersom. Als ik denk, ik heb morgen geld nodig, dan denk ik, ja, geef me morgen mijn geld. Ja. Maar ik denk dat dit ook precies altijd, het punt is. Maar, dit is precies wat je zegt, want ik weet dat ik zeg het altijd, mijn painful moments, zeg maar. Hè? Dus ik werk, jij hebt mij ooit benaderd, volgens mij, vanuit de workshop die ik toen had, van klacht naar kracht. Van klacht naar kracht. Daar ben jij, daar werd jij door getriggerd. Ja. En in die workshop gaat het heel erg over dat je een moment in je leven, of zelfs nog voor je leven, dus het kan al in de conceptieperiode of in de zwangerschap, dat er iets gebeurd is in je leven, een painful moment, een conflictinslag, waardoor je in de overleving komt. Hè? Als baby, als kind, of zelfs dat je dat van je moeder of van je vader meeneemt. Daar wordt iets getriggerd wat jouw overlevingsmechanisme aanzet. En in dat moment wordt er bepaald gedrag ga je vertonen. Maar je krijgt ook bepaalde gedachten, bepaalde overtuigingen. En je krijgt fysieke reacties. Mm-hmm. En dat zijn precies, denk ik, de overtuigingen waar jij het over hebt. Want die zijn vaak zo sterk en zo onbewust. Omdat je ze zo eigen hebt gemaakt. Dat je ze misschien zelf helemaal niet meer ziet. Maar daar zit vaak wel de sleutel, denk ik, van waarom bepaalde dingen misschien niet lukken. Omdat je een heel sterk gevoel hebt, misschien wel van tekort. Hè? In mijn geval bijvoorbeeld ben ik achtergekomen door mijn eigen onderzoek en ook de opleidingen die ik heb gedaan. Mijn vader is bijvoorbeeld in de hongerwinter geboren. Ik heb nooit, tot mijn opleiding, nooit de link gelegd dat mijn tekortgedachte uit mijn vaders energie of celherinnering komen die aan mij zijn meegegeven. Omdat hij bijna dood ging. Er was geen eten. Er was niet genoeg eten.
dat heeft mij een tekortgevoel meegegeven. Maar als jij vanuit een tekortgevoel wilt manifesteren, ja, dan kan je helemaal suf manifesteren. Maar meestal, als je focust op tekort, dan krijg je ook tekort. Ja. En bij een ander gaat het over misschien een gevoel van alleen zijn. Bij een ander gaat het over een scheidingsconflict misschien, waardoor ze... waardoor het misschien niet lukt om de juiste partner aan te trekken. En vaak in de eerste 7 jaren, dat doe je natuurlijk je grootste trauma op. Ik heb natuurlijk eerder een podcast opgenomen met de Chronic Pain Coach. Als je het interessant vindt, kun je hem terugluisteren. Dat is natuurlijk een podcast, die gaat helemaal hierover. Dan vooral over lichamelijke klachten die voortkomen uit opgeslagen trauma's en emoties. Hè? Want daar is waar we het nu ook over hebben. En de meeste trauma's die doe je natuurlijk op in de eerste 7 jaar. Want dan sta je als kind natuurlijk helemaal open. En Jan die vertelt dat ook. Hè? En jij zegt nu ook. Dan komen de meeste trauma's binnen. Dat weet je heel vaak nog niet eens meer. Weet je wel, dus ik heb ook wel het overtuigen. Heb ik ook wel vaak genoeg gezien. Dan zul jij denk ik wel kunnen bevestigen dat veel mensen die lichamelijke klachten hebben. Dat die ook heel vaak met opgeslagen trauma's rondlopen. Zonder dat ze er erg in hebben. Ja. Want dat is ook jouw workshop hè, die jij had gedaan van klacht naar kracht. Dat is dit hetzelfde. Dus ben je chronisch ziek of heb je juist klachten en heb je geen idee waar het vandaan komt. Ga het pad van zelfontwikkeling in. Hè? Absoluut, dat heb jij ook gedaan. 100%. Ja. Daar zit het. Daar zit het. En sterker nog, jij zegt de eerste 7 jaar van je leven. Maar ik weet dat het ook voor een heel groot deel nog zelfs daarvoor komt. Ja, daarvoor ook nog. Dus dat noemen wij, noem ik de levensblauwdruk. Dat is de periode van 30 maanden rondom je zwangerschap. Dus je hebt 9 maanden dat je moeder zwanger is van jou. Maar eigenlijk zelfs 9 maanden voor de conceptie tot een jaar na je geboorte. Daar wordt eigenlijk al je imprint bepaald. Dus de meeste hardnekkige patronen die je je hele leven al hebt, waarvan je ze vaak niet kan traceren, zit voor een heel groot deel in die periode. Dus in de rondom de geboorte en ook hoe je geboren wordt. Wat voor een bevalling heeft jouw moeder van jou gehad? Ja. Bepaalt heel vaak ook je klachten of je patronen. Hè? Dus als jij, kijk, als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld ik heb er heel veel moeite mee als mensen mijn agenda bepalen. Kan ik echt heel slecht tegen. Maar dat komt omdat mijn geboorte zo is gegaan dat mijn moeder had beginnende vormen van zwangerschapsvergiftiging. Dus ik moest eerder komen dan dat ik gepland was. Dus dat was al punt 1. Het tweede punt was dat mijn moeder, ze wilde dat ik zou geboren worden op de verjaardag van mijn moeder. En toen zei mijn moeder van nou dat wil ik niet, want ik wil dat ze een eigen verjaardag heeft. Dat was dus al de tweede keer dat het werd uitgesteld. De derde keer was dat mijn moeder weeopwekkers kreeg. Dat waren er te veel, kon ze niet handelen. Hebben ze dat weer stopgezet. Dus ik moest komen en toen toch weer niet. Dat was de derde keer. Dus toen ik begreep, toen ik leerde over dat je geboorteproces dus heel veel impact kan hebben over hoe je in het leven staat. Toen dacht ik, ja, maar dan snap ik wel waarom ik zoveel moeite heb met als mensen tegen mij zeggen, je moet het dan of dan doen. Ja. Of niet. Ja. Of wel of niet. Weet je wel. En ook, bijvoorbeeld, ik ben heel lang een enorme twijfelaar geweest. Dat heeft hier ook mee te maken. Ja, moet ik nou wel geboren worden of niet? Wel of niet? Wel of niet? Snap je? Dus het is inderdaad die 7 jaar, maar ook de periode ervoor. Sterker nog, ook nog de hele familielijn ervoor. Ja. Daar zit, en dus ook weer, met wie resoneer je uit de familie? Hoeveel geborene ben je? Maar er zitten zoveel verhalen in dat hele voorste stuk die... Ja, mee bepalen eigenlijk hoe jouw leven loopt. En dan gaat het denk ik allemaal over bewustzijn en manifesteren. Of ja, ik noem het ook niet altijd manifesteren. Ik vind het ook, manifesteren vind ik ook heel erg een young word, om het maar zo te zeggen. Van ik moet er heel hard voor werken. En je moet er ook wel iets voor doen. Hè? Maar ik hou ook van het woord creëren. Dat is meer de vrouwelijke versie ervan, zal ik maar zeggen. Ja, manifesteren vind ik op dit moment ook echt wel een modewoord. Ja, ja. En als ik inderdaad, wat jij zegt, nou zeg jij inderdaad wel iets dat manifesteren heel erg young is. Ik ben natuurlijk ook naar Spanje gegaan om uit die yang energie te komen. Hè? Om veel meer in de yin te gaan, dus echt die vrouwelijke energie. Hè? Om compleet, ik wist niks, ik ben gewoon gegaan zonder plan, zonder... En hier leef ik dus niet meer in het, en moet dit, en ik moet dat, en ik ga dit doen, ik ga dat doen. Dus ik zit heel erg in die
ik laat het allemaal maar gewoon gebeuren. En er komen dingen op mijn pad waar ik, ja, nou ja, iedere keer ben ik weer verbaasd. Ja, ja. Ik ben verbaasd. Het lijkt alsof ik alleen maar met een beetje zo'n toverstafje rondloop. En denk, oké, okay, nou, dit is wel leuk en dat is wel leuk. Zeg maar, toverstafje komen daar nog op. Ja. Maar dus dat, je zit dan een heel andere energie. Dus in één keer gaat het veel makkelijker. Terwijl in Nederland was het altijd alleen maar bam en beuken en sjouwen en doen en... Heel herkenbaar. Dat is inderdaad wat jij, ja, dat zul je dan inderdaad ook wel hebben, ja. En dat een heel even terug, want ik kan nog heel eventjes terughalen, want er zitten waarschijnlijk wel mensen aan het luisteren zijn die burn-out hebben, lichamelijke klachten. Hoe kom je erachter dat je, wat er allemaal rondom je geboorte is gebeurd en uit die vorige lijnen? Want alleen kom je daar nooit niet achter als je tegen bepaalde dingen in je leven aanloopt. Je hebt hernia, je hebt auto-immuunziekte, je hebt nou, wat voor raar, noem alles maar op, alle chronische klachten die op dit moment zijn. Hoe kom je erachter? Nou, om te beginnen, als je ouders nog leven, is het heel fijn om gesprekken met je ouders te voeren, want die weten heel veel. Familieleden, opa's en oma's, tantes, ooms. Ga gewoon eens op de koffie, ga op de thee. Weet je, je hoeft niet te vertellen van ik wil mijn patronen ontdekken, maar van goh, tante Pietje, vertel eens. Hoe was het eigenlijk bij jullie thuis? Mm-hmm. Hè? En als je ouders nog leven, ja, ik heb op een gegeven moment een heel gesprek gehad met mijn moeder over de geboorte en hoe was het voor haar. Want wat ook vaak zo is, hoe je moeder zich voelde tijdens de zwangerschap, dat zegt ook vaak heel veel over hoe jij je voelt in je leven. Of hoe je moeder zich voelde toen jij geboren werd, zegt heel vaak ook iets over hoe jij je voelt. Ja, je gaat door verschillende fases in je leven heen. Maar hoe kom je daarachter? Ja, kijk, familiestamboom, daar kan je natuurlijk tegenwoordig op MyHeritage of zo, weet ik veel. Daar kan je heel veel dingen achterhalen. Maar daar staat natuurlijk niet bij of je opa aan darmkanker is overleden en je oma aan het hart of wat dan ook. Dus dat... Ja, ga in gesprek, ga familieleden interviewen tussen aanhalingstekens. Mensen vinden het vaak ook heel leuk, hè? Ja. Om verhalen op te halen. Zeker ja, op onze leeftijd, denk ik, als we nog ooms en tantes leven. Tenzij het natuurlijk gevoelige onderwerpen zijn, oorlog of zo. Ik merk dat dat vaak onderwerpen zijn die, hè, daar wordt niet over gesproken. Maar ja, heel veel informatie. Gewoon ga in gesprek met familieleden. En je voelt aan je lijf wel of er iets gezegd wordt wat belangrijk voor je is om te weten. Dus... Blijf ook in die gesprekken de hele tijd goed voelen van wat doet het met me, deze informatie. Ja. Hè? En blijf goed doorademen, want je voelt ongetwijfeld aan je lichaam van oh, dit is relevant voor mij. Hè? Ja. Je voelt een soort, ja, soort aha-moment of je voelt misschien opeens een soort versnelling in je hart of een paniekgevoel. Of dat je weet van, oh wacht, hier mag ik iets mee. Hier zit een haakje. En kun je het alleen oplossen of heb je altijd wel een coach of een begeleider daarbij nodig? Of een healer? Nou, dat is een mooie vraag. Ik had er vanochtend een gesprek nog over met een cliënt. En die zei tegen mij van, nou weet je wat het is? Heel vaak weet je het. Weet je bewust, hè, op onze leeftijd ook denk. En zeker als je wat persoonlijk en innerlijk werk hebt gedaan. Weet je heel vaak wel ongeveer wat je patronen zijn. Hè, je weet van, oh, zit ik daar weer in? Doe ik het weer zo? Gebeurt het weer? En je weet ook ongeveer wel waar het vandaan komt. Daar hebben wij natuurlijk zondag ook wel een beetje over gesproken. Ja. Je weet ongeveer wel waar het vandaan komt. Maar op een of andere manier lukt het je gewoon niet om dat de hitte te doorbreken. En voor dat soort dingen is het denk ik heel nuttig als je iemand kunt helpen die je in dat proces kan begeleiden. Weet je? Die kan het niet voor je oplossen. Die heeft het antwoord voor jou niet. Want alle antwoorden zitten in jou. Die zitten opgeslagen in jouw lichaam. Maar die kan jou wel helpen om je lichaam in te gaan, zeg maar. Hè? Om in je lichaam aanwezig te zijn. En om... ik werk heel erg met... het lichaam als een soort encyclopedie. Want alles zit opgeslagen in je lichaam. Alle emoties, alle trauma, het zit allemaal opgeslagen in je lichaam. Dus het kan soms heel erg helpen om met iemand samen de vragen te gaan onderzoeken via het lichaam. En wat ik merk, ik doe het ook namelijk, ik zou het wel alleen kunnen, maar bij heel veel dingen vraag ik ook mijn collega's van help me hier even doorheen. Want het is of te pijnlijk, of je wil er eigenlijk niet, ja, om die reden niet naartoe. Ja, het blokkeert, naartoe. Soms het blokkeert. Als het inderdaad te pijnlijk is, dan wil je niet heen. Of inderdaad, je ziet het niet. Nee. Ja, en omdat het zoveel pijn doet, onbewust. Ja, maar het kan ook zijn. Ik weet bijvoorbeeld, ik werk veel met de Germaanse geneeskunde van dokter Hamer. En ik weet ook dat bij bepaalde conflicten, bijvoorbeeld bij scheidingsconflicten... ik zei net al op het begin, hè, als je iets meemaakt, iets traumatisch, dan heeft het een psychisch effect, een fysiek effect en een effect in je lichaam, in je gedrag en in je psyche, zeg maar. Maar bij een scheidingsconflict kan het heel vaak zo zijn dat je dingen niet meer weet.
Dus dan kan je het ook niet alleen doen. Weet je, dan heb je hulp nodig om dingen via je lichaam weer te triggeren. Ja. Dus, en daarnaast is het gewoon fijn om niet alles alleen te doen, toch? Ik bedoel, nee, dat klopt, dat vind ik ook. Ik ben dol op coaches en healers en ayahuasca en nou ja, noem alles wat er maar is hè, op het gebied. Ja, op dat gebied. Ja. Zelfontwikkeling. Ja. Ik vind het allemaal fantastisch en er komen steeds weer inderdaad nieuwe ontwikkelingen bij. Ja. En waar jij nu natuurlijk in zit, ik zei, we hadden het net over het manifesteren en we hadden het natuurlijk over het toverstafje. Ja. En we zitten natuurlijk in een enorm transformatieproces in de wereld op dit moment. Vrijwel niemand ontkomt aan transformatie nu. Wij hebben natuurlijk ons heel groot proces al gehad. Je bent nooit klaar, want er komt iedere keer iets los. Maar we hebben al wel veel werk al gedaan. Ik ook al. Ja. Maar er is eigenlijk een heleboel. Het collectief, zeg maar, is nu aan het komen. Aan het wakker worden. Dus alles is aan het, inderdaad bewust aan het worden. Aan het zogeheten wakker worden. Dus dat brengt heel veel verandering met zich mee. Dus heel veel mensen zitten er. Herken je misschien wel als je kijkt of als je luistert. Misschien jij zelf wel, mensen om je heen. Iedereen die denkt van, oké, is dit wel het werk wat ik wil? Zit ik nog wel fijn in mijn relatie? Wil ik hier nog wel wonen? Wil ik überhaupt nog in Nederland blijven? Alles is aan het veranderen en niemand ontkomt eraan. Jij hebt daar ook gedeeltelijk jouw werk van gemaakt nu. Ja, zeker. Ja. Om met het toverstafje rond te lopen. Ja. En ik weet nog dat jij zondag aan mij vroeg. We hebben elkaar trouwens zondag pas ontmoet. Het is nu vrijdag. Ja, hartstikke vers. En we hebben al meteen het gevoel als we elkaar al jaren kennen. Ja. Toen vroeg je ook aan mij, als je nou een toverstafje had en je mocht het nu veranderen, wat wil je dan? Ja. En ik dacht, maar dat kan ik zo opnoemen. Dus toen wilde ik gaan vertellen, dacht ik, wacht heel even. Eigenlijk weet ik het eigenlijk weet ik het wel, maar kan ik het eigenlijk nog niet eens zo opnoemen. Dus ik heb daar meteen even werk op gezet. Ik ben er gelijk mee aan de slag gegaan. Dus ik heb mijn story, wat ik ooit bij Patricia Prinsen heb gedaan, ben ik weer gaan herschrijven op een andere manier. Maar vertel eens, hoe kom je erbij vanuit alles wat je al hebt gedaan, tot hier, tot waar je nu... Ja. Nou ja, ik denk dat dat het mooie is, want het komt vanuit alles wat ik heb gedaan, weet je? Mm-hmm. Dat is natuurlijk, ik denk dat je dat misschien ook wel herkent als je kijkt of luistert, dat je pas als je terugkijkt op je leven ook snapt waarom je al die dingen hebt gedaan. Want ik heb altijd een soort veroordeeld dat ik zoveel verschillende dingen heb gedaan, dat ik dacht, ik weet gewoon niet wat ik wil, dus ga ik dat doen, dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk weet dat van mij ook, denk ik. Uiteindelijk is het allemaal een bijdrage geweest aan wat ik nu doe, omdat ik gewoon nu een heel groot soort van gereedschapskistje heb, waar ik precies op het goede moment, de ene keer een toverstakje stapje, mm-hmm. de andere keer de tijdmachine, weet ik veel wat allemaal uit kan halen. Dus ik heb eigenlijk door alles wat ik gedaan heb en ook door alle trajecten die ik zelf natuurlijk gevolgd heb met mijn eigen coaches, een heel mooi programma nu ontwikkeld in 12 weken van droom naar droomleven, waar je eigenlijk op basis van het is eigenlijk gewoon een bewezen systeem, niet alleen door mij, maar ook door mijn eigen coach, om in 12 weken van een zaadje, zeg maar, wat je plant van je droom, door alles heen te gaan wat je tegenkomt, van het vormgeven van je droom, het maken van het fundament, eigenlijk de bouwtekening, tot en met de brug maken van waar je nu bent tot waar je wilt zijn, en wat je daar tegenkomt, angst, boosheid, dat er geen vertrouwen is. We hebben het nog meer over gehad, overvloed, tekort, tot aan het ontwikkelen van je intuïtie, omdat vanuit je intuïtie vaak de volgende stap wordt aangegeven. Maar als je niet weet hoe de stem van je intuïtie klinkt, dan is het lastig dat vooral, om daar naar te luisteren. Want hoe weet ik dan of het mijn intuïtie of mijn angst is? Dat is natuurlijk een hele bekende vraag, denk ik. En ook natuurlijk van en dan ben je daar en hoe ga je daar dan blijven? Want ik heb het altijd over paradigma's. Dat is eigenlijk je set van overtuigingen die je hebt opgebouwd door wat je hebt meegemaakt of door wat mensen tegen je zeggen of zo. En je wilt eigenlijk zorgen dat je je paradigma's zijn eigenlijk je besturingssysteem. Het is het standje van jouw thermostaat. He, dus jouw thermostaat staat misschien op 20 graden, want dat is veilig, dat heb je geleerd. Als die 22 graden wordt, het wordt te fijn in je leven, dan gaat hij weer terug naar 20. Dan denk je, het wordt nu te leuk, te fijn, te mooi. Nee, kan niet, terug naar 20. Maar als het te koud wordt, dan gaat hij ook weer terug naar 20. Want dat heb je inmiddels geleerd vanuit je overleving, zeg maar. Maar wat je eigenlijk wilt, is dat je dus langzaam die thermostaat steeds een graadje hoger kunt zetten. En dat je dus op dat nieuwe standje
gaat leven. Zonder dat je dus iedere keer weer terugvalt door je oude verhalen, je oude overtuigingen, je oude patronen, je verleden, wat mensen tegen je zeggen. Jij noemde zo'n mooi voorbeeld zondag over dat je eigenlijk heel duidelijk voelde wat je droom was. En totdat je iemand ging bellen en die van alles, die jou eigenlijk meteen weghaalde bij je droom. Ja. En dat is vaak wat er gebeurt. Ja, wegdroom. Wegdroom, ja. Ja, precies. En ik zei het van, nee. Ja, nee. Ja, maar dat is dus... En kijk, mijn wens is gewoon dat iedereen gaat voelen dat alles mogelijk is. En dat de enige die ervoor zorgt dat het niet lukt, dat je dat zelf bent. En dat dat vaak te maken heeft met je gedachten. Met je gedachten bepaal je vaak voor een groot deel wat er nu in je leven is of niet is. En soms is dat fijn en soms is dat niet fijn. Of de mensen die om je heen zijn. Hè? Wat voor mensen zitten? Heb je support om je heen? Of heb je alleen maar mensen die jou eigenlijk naar beneden... laat ik het anders zeggen, die jou veilig proberen te houden. Hè? Want dat belangrijk. Is het vaak. Omdat ze van je houden, over het algemeen. En denken ze dat het veiliger is om te blijven waar je nu bent. Ja. Dus je wilt eigenlijk een soort van nieuw supportsysteem voor jezelf creëren. Van mensen die jou aanmoedigen, die jou helpen om op die, ik zeg maar even, op die hogere frequentie te blijven. Hè? In je droom te blijven. Dus je wilt een supportsysteem, maar je wilt ook gewoon een soort concrete tools eigenlijk om die stappen te zetten. Hè, waarom blijf... Ja, ik denk dat we allemaal dromen hebben, maar waarom is die droom er nog niet? En, want jouw doelgroep is, dat zijn vrouwen van ongeveer onze leeftijd. Ja. Ja, vertel het zelf maar eventjes. Ja, eigenlijk vrouwen, zeg maar, die best wel een prima leven hebben. Die ook ooit al een keer de stap hebben gemaakt. Hè? Die misschien net als ik ooit uit de reclamewereld zijn gekomen en hebben gedacht van, nou nee, dit is het niet. Ik ga mijn hart volgen. Ik ga wat anders doen. Dus daar hebben ze al best wel een mooie stap in gemaakt. Ontwikkeling gedaan, al heel veel dingen gedaan. Maar op een of andere manier, en ook gewoon succesvol zijn in hun leven, zakelijk gezien of wat dan ook. Maar ergens gewoon nog voelen van, ja, maar er is meer. Ik voel, er is meer en ik weet niet wat het is. En ik kom er niet, het lukt me niet, ik heb alles al geprobeerd. Ik ben bij Tony Robbins geweest, Joe Dispenza geweest, iedereen. Maar het lukt me niet om daar te komen. Dat is eigenlijk mijn doelgroep. En die denken nu van, oh my god, en nu ben ik bijna 50. En als ik het nu niet doe, dan gebeurt het nooit meer. Maar is het dan zo dat ze al wel een droom hebben? Of is het zo, want wat jij allemaal opnoemt, Joe Dispenza en Tony Robbins, of meer bekend, daar gaan tegenwoordig steeds meer mensen naartoe. Ja. Want Joe Dispenza nog wat minder, hè, dan, die vind ik al wel een stapje dieper. Ja, dat dan. Is, maar dan heb je eigenlijk, als je die al volgt, dan heb je al best wel een pad gehad van zelfontwikkeling. Ja. Is het niet zo dat het eigenlijk eerder de mensen daarvoor nog zijn, die dan denken, die verandering voelen, wat ik net zei, die transformatie voelen. En die denken van, ja, weet je, het zit niet helemaal lekker, het is een beetje aan het wringen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zomaar naar mijn zin, ik sta in die baal van de dag. Ja. Ik ben moe van mijn werk. Ja. Maar ja, wat dan? Nou, het zijn, kijk, tuurlijk, het zijn ook die mensen. Alleen, wat voor mij belangrijk is, laat ik het zo zeggen, zijn dat het mensen zijn die wel weten van, ik kan dit zelf veranderen. Hè, dus niet het gevoel van, ja, ik heb het niet naar mijn zin en ja... He, dus ik ben echt, ik ga helemaal aan op vrouwen of mannen, maar in mijn geval werk ik vooral met vrouwen, die net als jij voelen van, er is meer, ik ben meer voor meer in de wieg gelegd dan dit. Ik weet dat het voor me mogelijk is, ergens, ik voel het diep van binnen dat er meer mogelijk is, maar het lukt me maar niet. Ja. Het lukt me maar niet. En weet je wel, misschien ken je het gevoel, ik ben ook bij de Grote der Aarde geweest. En dan ben ik na zo'n event helemaal hallelujah, praise the Lord. En yes, I can do it. En oh yeah, hell yeah, let's go baby. En dan na een week, dan zit ik mijn to-do-lijstjes weer te maken. En dan ren ik weer van hop naar her. En dan denk ik, nou oké, dan zit ik weer in mijn eentje te kloten. Om maar zo te zeggen, dat zijn mijn meisjes. Ja. Ja, dus die al wel een bepaald bewustzijn hebben, die ook inzien van, die geen slachtofferrol innemen. Dat vind ik heel belangrijk, want ik geloof echt 100% in eigen verantwoordelijkheid nemen over je leven. Ik ook. Ik werk zelf ook het liefste met mannen, dat is in principe mijn doelgroep, maar er komen daar ook weer gewoon vrouwen bij. Ja. Maar ik werk wel het liefste met mannen en vrouwen die inderdaad
Ja, en dat we wat ouder zijn, maar niet in de slachtofferrol zitten. Nee. Dus die inderdaad kijken van, oké, weet je, alles wat ik nou heb gecreëerd, het is echt serieus mijn eigen schuld, dus ik kan het zelf ook veranderen. Ja. Dat zul je dan ook hebben. Ja, en ik zie het ook echt zo van, hè, dat alles wat er in je leven gebeurt, hè, ik heb het ook altijd over acteurs. Iedereen in je leven waar jij iets van vindt of die iets met je doet, die zijn ook niet voor niks in jouw leven. Die heb je er zelf ingehaald om een les te leren of om van te groeien, zeg maar. Ja. Het is ook niet voor niks dat het op sommige vlakken nog niet lukt om verder te komen dan waar je nu zit. Omdat je daar dus nog iets in mag onderzoeken, om maar zo te zeggen. Dus, ik denk dat... Kijk, een deel van de mensen met wie ik werk, die weten al hun droom. Hè? Die weten net als ik bijvoorbeeld van, nou, ik wil een huis in Spanje of wat dan ook. Maar er zijn ook mensen die voelen alleen maar van, ja, ik voel dat dit niet mijn leven is. Maar wat het dan wel is, ik weet het niet. Help me daarbij. Hè? Dus dan... En jij gaat met ze onderzoeken van, god, wat wilde je nou? Waar droom je van? Altijd wel, wat droom je van? En als alles inderdaad mogelijk is. What would you love? Ja. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, dat vraag ik aan mijn klanten ook heel vaak, ook tijdens trainingen. Ja. Had ik er ook altijd, weet je, die dan niet lekker in de vel zitten. En die dan toch voor personal training kwamen, ook voor de aandacht en om lekker te kunnen trainen onder begeleiding. Vroeg ik ook heel vaak. Want weet je, een paar jaar geleden, toen tijdens corona, is die transformatie bij veel mensen al een beetje begonnen. Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk inderdaad wel een hele mooie ingang. Weten veel mensen dan daar ook echt wel een antwoord op? Nee, maar ik denk dat ze het antwoord wel kunnen weten. Omdat eigenlijk alles waar je een verlangen of een pijn op voelt, daar zit het zaadje voor je droom. Hè? Dus sommige mensen die kiezen het verlangen als ingang. Hè? Dus je voelt ergens van, oh, lijkt me toch zo lekker als ik nooit meer hoef te werken. Of oh, ik zou het zo heerlijk vinden om lekker met een partner op vakantie te gaan. Of lijkt me zo fijn om gewoon wat vaker op het strand te kunnen liggen. Hè? Dus een verlangen, daar zit een zaadje van je droom. Dat zegt iets over waar je naar verlangt. Dat zegt iets over het leven wat je graag voor jezelf zou willen. Sommige mensen kunnen het van die ingang voelen. Andere mensen, die kunnen het vanuit een ingang van pijn voelen. Van, hè, die bijvoorbeeld letterlijk altijd misschien niet makkelijk kunnen bewegen omdat ze te dik zijn of wat dan ook. Ja. En die voelen misschien van, oh, ik wil hier vanaf. Weet je, ik ben er klaar mee dat ik altijd maar stram uit mijn bed kom of wat dan ook. Het tegenovergestelde daarvan is je droom meestal. Dus daar zit het zaadje ook, hè? Van wat wil ik niet? Oh ja, waar wil ik meer van of waar wil ik minder van in mijn leven? Ja. En ik denk wat een hele belangrijke is, ik krijg natuurlijk ook inderdaad wel vaak te horen van ik weet het niet. Maar daarmee zet je het ook vast. Dat heb ik volgens mij met jou ook over gehad, denk ik. Hè? Van ik weet mijn droom niet. Je weet altijd iets wel. Je weet altijd een stukje, al is het maar... dat je denkt, ik zou eigenlijk gewoon wel €500 per maand meer willen verdienen. Of ik zou eigenlijk wel gewoon willen dat ik 3 kilo lichter zou zijn. Je weet altijd een dingetje wel. Dus begin daarmee, want daarmee breng je zeg maar de energie in beweging van dat je nog meer gaat voelen. En dat je nog meer helderheid gaat creëren. Omdat je op gaat richten op wat je wel weet in plaats van op wat je niet weet. Nou, dat vind ik wel inderdaad heel mooi van jou. Want mijn ervaring is dat veel mensen zeggen van ja, dat weet ik echt niet. Dan zeg ik van ja, je weet het wel. Alleen je beperkende overtuigingen en je angst, die houden het tegen. Want je denkt, ja, dat kan toch niet. Weet je, als ik denk, ik heb ook een mooie droom. Je ziet hier van die echt zulke mooie huizen. Ja. Weet je, die witte, van die witte lage bungalows, hele grote ramen. Ja, ik vind ze helemaal fantastisch. Ja. Als ik dan daarover na zou denken en ik zou mezelf beperken, denk ik, ja, dat is voor mij niet weggelegd. Nee, dus dat zwak je dan dus al meteen weer af, zeg maar. Want dat zijn daarmee, echt de dreamkillers. Dat blokkeer je daarmee al meteen je droom. Maar dat is dus ook waardoor dat mensen, die hebben dan wel een droom en die zeggen van, ah nee, ik weet niks. Ja. Waarom dat die dromen zo groot zijn, dan denk je, ja, weet je, het wordt al eigenlijk al meteen afgeschermd. Ja, het wordt eigenlijk al meteen geblokkeerd, want omdat het logische brein, die kijkt gewoon naar de situatie die er is. Ik kijk nou om me heen, en ik kijk naar mijn bankrekening en ik denk nou, ik kan mijn boodschappen doen deze maand, dus weet je niet, dat zit er niet in, als het ware. En dat mensen vaak meteen in het hoe gaan zitten. Ja. Dus het hoe, als je net begint met dromen, zeg ik maar even, laat het hoe dan alsjeblieft los. Want het hoe is de grootste dromenstopper die er maar is. Hè, want het begint met dat je dat zaadje gaat
planten, zeg maar. En een andere vraag die ik vaak stel, als mensen denken van, als ik vraag, ja, waar droom je dan van? Ja, ik weet het niet. Dan zeg ik altijd, maar stel dat je het wel zou weten. Ja. Wat zou het dan zijn? Want dan, en dan voel je, dan opent er iets. Oh ja, dat is een andere vraag. Oh ja, nou ja, dit vraag tegen mij, stel misschien de luisteraar nou ook. Jij stelt die vragen, tegelijkertijd denk ik, oh, er zit meteen een hele andere energie ja, op. Ja, dat hè. Ja. Ja, ja, er zit inderdaad een andere energie op, de open iets. En dat is denk ik wat je ook bij jezelf hè, als luisteraar ook steeds kunt checken. Van eigenlijk als je bezig bent met je dromen, dan gebeurt er fysiek iets. Hè? Ik merkte het bij jou zo goed zondag. Jij begon te vertellen over, oh nee, maar ik weet opeens wat. Ik weet het weer. Ik wil dit en ik wil dat. En je ging letterlijk rechtop zitten. Je ging ja. Zo vertellen, weet je. Je ging helemaal open. Dat is wat er gebeurt. Dus zo kun je ook altijd, denk ik, checken of iets wat je doet past bij je hartsverlangen of niet. He, dus als je merkt dat je energie open gaat, dat je verruiming voelt, dan is dat vaak de weg van je hart. Op het moment dat je kleiner maakt, dat je verkramping voelt, dan is het iets wat waarschijnlijk niet voor in jouw hoogste belang is. Ja, en dat voel je. Dat voelt eigenlijk, dat voelt iedereen wel. Ja. Dat voelt inderdaad iedereen wel, ja. Ja. Net schoot er nou nog een vraag in mijn hoofd binnen. Oh ja, over de. Want jij zegt van oké, de hoe die moet je loslaten. Die mag je loslaten. Inderdaad, die mag je loslaten. Ja. Maar wat natuurlijk eigenlijk in onze maatschappij wel is. Je hebt een plan, je hebt een bepaalde droom. Maar je moet wel verdorie die stappen gaan zetten. Want je moet wel weten hoe dat je daar moet gaan komen. Dat is natuurlijk hè, een plan maken, een smart plan maken. Want dat is je doel en daar wil je naartoe. Ja. Maar dat is een heel andere manier van werken. Ja, maar er is één heel groot verschil tussen een doel en een droom. Ja. Van een doel weet je al hoe je er moet komen. En van een droom nog niet. En daarom is het ook een droom. Oh. En ik heb in mijn programma zit ook een module. Gaat over het testen van je droom. Hè, dus hoe weet je of... Kijk, je gaat niet testen of jij jouw droom waard bent. Maar je gaat wel testen of jouw droom jou waard is. Of deze droom het waard is. Dat jij je kostbare tijd en je kostbare energie en je kostbare zielstijd daar zeg maar in gaat steken. En een van de dingen, een van de testen, zeg maar een van de 5 vragen uit die test is... heb ik hulp nodig van het universum om dit voor elkaar te krijgen? Heb ik alle informatie al om het te doen? Als je alle informatie al hebt om het te doen, dan is het eigenlijk geen droom meer. Dan is het een doel, want dan kun je het gewoon gaan doen. Dan weet je al precies hoe je het moet doen. Dus het is per definitie bij een droom zo dat je nog niet weet hoe. Ja, dus daar zit voor jou duidelijk een verschil in. Voor mij zit daar een verschil. Plus, wat ik ook altijd zeg... Hè, je hoeft ook niet de hele trap te kennen. Hè, nee, dus je hoeft treden, eigenlijk het eerste. Ja, dus ik vind het wel mooi. Mijn coach, mijn docent, die zei altijd: zie het als. Vroeger hadden die reizigers, die hadden altijd zo'n voetlamp. Hè, die hadden zo'n lamp op hun voet vastgebonden, zodat ze de volgende stap konden zien die ze moesten zetten. Hè, dus zie het ook zo dat je dat het universum eigenlijk jou de volgende stap laat zien. En iedere keer als jij die volgende stap zet met die voetlamp op je voet, dan zie je weer de volgende stap. Maar je moet wel eerst die stap zetten. Dat is een mooie metafoor. Mijn coach gaf het ook al aan Patricia. Je ziet het gewoon als een autolampetje. Je hebt maar een aantal meters van de middellijn die je ziet en de rest zie je niet. Ja. Ja, en er is ook die film van Indiana Jones. Ik weet even niet meer welke film dat is. Maar dat gaat dan ook over zo'n zo'n onzichtbare brug. Dus hij staat op een gegeven moment... Dat is natuurlijk allemaal symboliek hè, in die films. Ja. Dus hij staat op een gegeven moment op het punt dat hij een brug over moet steken. Nou, weet je, al de Tony Robbins en iedereen heeft het natuurlijk ook... cross the bridge, hè, van deze naar de andere kant. Maar in die film... moest hij dus in een soort paniekmoment, moest hij besluiten om naar de overkant te komen. En hij wist, het is een onzichtbare brug en ik zie de treden pas als ik een stap zet. Dus hij wist van, ik moet eerst stappen en dan laat de brug zich pas zien. Dus dan wordt er ongelooflijk veel vertrouwen van je gevraagd. Dus, maar hij had er vast geloof ik van achter, van alles aan de hand. Als hij niet zou gaan, dan zou hij zijn leven verliezen. Dus hij moest wel. Dus hij vertrouwde erop dat hij een stap zou zetten en dat die brug zou komen.
Maar hij moest dat iedere keer weer op, bij de volgende stap weer opnieuw doen. En er was een hele grote kloof beneden. Dus hij moest vol vertrouwen zijn stap zetten, zonder dat hij kon zien waar hij eigenlijk in ging stappen. En dat is precies waar het over gaat bij dromen bouwen. Dus vanuit stap vertrouwen, stap voor stap, erop vertrouwen dat iedere stap die je zet weer de volgende stap laat zien. Zonder dat je weet waar je eigenlijk instapt. Dus je stapt letterlijk in het diepe. En hoe begeleid jij mensen, en er zit natuurlijk heel veel angst omheen, hè, om zoiets te doen. Ja. Want je gaat iets doen waarvan je, je weet eigenlijk gewoon helemaal niks. En wij zijn natuurlijk van de zekerheid, tenminste, ik als steenbok zijnde, en ook uit jouw My Human Design, en trouwens ook uit jouw, dat wilde ik dan ook graag even meegeven. Op de website van, die zal ik in de show notes ook even zeggen. Dat is goed, ja. Kwam ik bij haar dus ook inderdaad op de Chinese astrologie. En zoals je weet werk ik graag met Human Design. Nou, dat is een beetje gelinkt met elkaar. En er stond bij mij inderdaad ook veiligheid, stabiliteit. Wat ik hier natuurlijk niet heb gedaan door naar Spanje te vertrekken, is stabiliteit en veiligheid. Nee, omdat je een andere richting wilde opgaan. Ja, maar dan is het dus voor veel mensen is het niet weten, daar heb ik ook best wel lang over gedaan, ja, maar gewoon gaan en het niet weten, want wij willen het eigenlijk allemaal van tevoren allemaal wel weten als het even kan. Ja. Maar dan neem jij de dames ook mee aan de hand, dan neem je jouw cliënten mee in de hand om vanuit daar zeker het leren te vertrouwen. Zeker, ja, daar gaat een hele module over natuurlijk, over angst, hè? En dat je angst eigenlijk niet wilt zien als... angst en falen trouwens, want falen is natuurlijk ook een grote waarom heel veel mensen het doen, hè? Faalangst. Ja. Hè? Omdat ze falen vaak zien als een struikelblok, maar eigenlijk is het een springplank. Hè? Dus naar je droom toe. En angst is eigenlijk niks meer dan de rand van je comfortzone. Hè? Want alles binnen je comfortzone, dat voelt veilig, maar the magic happens outside. Je dromen liggen buiten je comfortzone en eigenlijk is angst niks meer dan de grens. Dus als je angst voelt, tof! Weet dan dat je goed bezig bent, want je bent je comfortzone uit aan het stappen. Oké, hoort het, hè? Tof! Ja. Je angst voelt, dan ben je goed bezig. Ja, en dan ben je gewoon goed bezig, want dan ben je namelijk iets aan het doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. En daar zit de groei. En wij zijn allemaal onderdeel van de natuur en het enige doel van de natuur is om te groeien. Hè? Kijk maar naar alle plantjes, bloemetjes, bomen. Mooie. Iedereen wil groeien. En als ik bedoel, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik niet meer groei, dan heb ik het gevoel dat ik een beetje dood aan het gaan ben. Sterker nog, iedere dag. Ik leer, ik wil, dat is ook altijd, dat doe ik al heel lang. Iedere dag wil ik iets leren. En al is het iets kleins. Ja. Dadelijk check ik ook op sommige dagen na niet, maar dan leer ik op een andere manier. Dan heb ik al iets geleerd. Maar social media is voor mij ook om te leren. Ja. Dat is natuurlijk wel een extra prikkel. Ik zit er ook geen hele dag meer op. Maar het... Er komt soms dan wel iets voorbij en denk ik, weer eens dit. Of je krijgt een nieuwsbrief binnen. Ja. Of door op jouw site te kijken. Ja. Denk ik, wow, door op jouw site te kijken heb ik weer andere dingen geleerd. Ja. En soms kan het maar iets kleins zijn, maar het is wel weer groei. Je hebt iedere dag, nog niet eens bewust, maar als je daar een beetje op let, dan kun je iedere dag kleine stapjes maken. En vooral die op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat jij daar ook je dagelijkse werk ook voor doet. Wat doe jij? Wat ik doe is, zijn een paar dingen. 'S avonds als ik ga slapen, maak ik altijd een dankbaarheidslijstje. Dus waar ben ik dankbaar voor? Omdat wat je met dankbaarheid doet is eigenlijk... Een schriftje. Ik heb heel veel schriftjes. ik hou van boekjes. maar wat je met dankbaarheid natuurlijk doet, is je frequentie verhogen. Hè? En vanuit wat ik zeg, eigenlijk gaat het daar steeds over. Je wilt continu eigenlijk je frequentie verhogen. Dus ik bekijk altijd aan het einde van de dag, wat zijn 5 dingen waar ik dankbaar voor ben vandaag? En vaak, en soms wel 10. Omdat ik merk dat er ook een heleboel dingen zijn die niet vanzelfsprekend, die niet als eerste in je opkomen, maar waar je wel dankbaar voor bent. Hè, voor iets kleins misschien. Dus, en door dat 's avonds te doen, ga je ook met een ander gevoel slapen. En 's nachts is natuurlijk je onderbewuste heel actief. Hè, dus dan sijpelt dat ook wat meer je onderbewuste in. Zodat je ook een soort van nieuw, dat frequentie zo langzaam een beetje kan laten stijgen. Dus dat is 1 ding. Tweede, ik tap heel veel. Nou, jij hebt volgens mij van de week ook een tapmeditatie van mij gedaan. Hè? Dus dat is eigenlijk een manier om met affirmaties te werken. Maar door op bepaalde acupunctuurpunten te tappen, versterkt dat zeg maar de affirmatie. Zo zou je het eigenlijk een beetje kunnen zien. De moeite waard om te doen overigens. Ze noemen het ook wel acupunctuur van de emoties. Ja. Dus dat doe ik heel veel. Nou, verbinden, versmelten, loslaten, VVL, dat is mijn techniek die ik heel veel gebruik ook bij mijn klanten. Maar dat is wat ik net eigenlijk zei. Dus
kom je iets tegen, word je geraakt door iets, wat doet het met me en waar voel ik het in mijn lichaam en adem er maar naartoe. Dus hè, om ook echt in het moment te kijken of je de emoties, de fysieke pijnen, maar ook de emoties kunt processen in het moment. Ja, ik ga graag de natuur in, omdat ik ook voel dat ik daar veel meer kan landen, zeg maar. En veel meer contact kan maken met mijn dromen, met mijn wensen, met mijn verlangens of op het strand. Dus ik lekker op het zand echt lig, zeg maar. Dus... En het wisselt bij mij een beetje eigenlijk. Ik heb wel altijd een vast aantal dingen, maar het kan ook zijn dat ik na een tijdje, dan doe ik weer wat anders. Want ik ben ook iemand, ik ben heel nieuwsgierig. Dus als ik weer over iets nieuws hoor, dan ga ik dat ook weer uitproberen. Maar ja, ook puur doordat ik iedere dag met deze materie bezig ben, hè, waar ik met mijn coaches ook mee werk. Dat werkt natuurlijk voor mij ook. Ik ga ook iedere dag, of iedere keer dat ik weer 3 maanden met een groep coaches werk, ga ik zelf ook weer door al die stappen heen. Dus het is voor mij ook een ongelooflijk groot cadeau eigenlijk om mijn eigen programma iedere keer weer opnieuw te doen. Ja, want zo gaan er bij jou natuurlijk ook weer laag af. Zeker. Even, waar kunnen mensen, de luisteraars in die jou nou horen, die denken, oké, wacht even, wat Samma vertelt, vind ik wel heel erg te gek. Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? In ieder geval het programma van de dromen. Ja, het droomprogramma. Er start half mei weer een nieuwe ronde. Met een klein groepje. Daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je eerst denkt van, nou leuk, maar ik wil wel eerst even jou een beetje beter leren kennen. Dus, ja, precies. Dus als je naar mijn homepage gaat, joyforlife.com, die zet jij ook onder. Dan kun je sowieso wat lezen over wat ik doe. En dan zie je ook dat ik op 1 mei een gratis masterclass geef van Droom naar Droomleven. Waarin ik eigenlijk een beetje meer vertel over wat ik vandaag ook heb verteld. Daar kun je een gratis clarity call met me boeken om alvast samen te kijken van, hey, waar droom ik eigenlijk van en waardoor is dat er nu nog niet? Ik heb een community op Facebook, de Joy Community, waar je gratis lid van kan worden om geïnspireerd te raken op allerlei mogelijke manieren om te ontdekken wie je bent en wat je hier te doen hebt en hoe je dat kunt manifesteren in je leven. Dus dat eigenlijk. Dus ik denk heel veel manieren. Ja. Leuk. Ja. Ja, wel veel. Jij brengt natuurlijk alles wat je allemaal al geleerd hebt. Hè? Ja. En jouw hele eigen proces breng jij nou gewoon allemaal samen eigenlijk in één programma eigenlijk. Ja, en eigenlijk is mijn droomprogramma is mijn belangrijkste programma. Ja. Maar ik doe daarnaast ook nog gewoon losse dingetjes. Tarot levensblauwdruk reading, astrologie reading, van klacht naar kracht. Hè. Dus mensen kunnen ook bij mij komen om samen te puzzelen op die levensblauwdruk. Of waar komt mijn klacht vandaan? Maar dat zijn meer de losse coachings. Hè? En mijn programma is echt hetgene waar mijn hoofdfocus op ligt. En eigenlijk ook waar mensen vaak in doorstromen. Dus dan komen ze voor een 1-op-1 bij mij. En dan stromen ze door naar het programma. Omdat ze gewoon lekker 3 maanden samen op reis willen gaan. Ja. Hè? Want in 90 dagen kan je natuurlijk veel meer dan in een paar losse sessies. Ja, ja dat is zeker. Dan ga je natuurlijk veel dieper. En je werkt in groepen, hè? Beide. Ja, dus het programma is eigenlijk hetzelfde. Dus er is een programma van 12 weken. En dat kun je of in een groep doen. In een kleine groep moet ik daarbij zeggen. Dat is meestal 6 tot 8. Of je kunt het 1-op-1 doen. En het verschil is, je krijgt in allebei de gevallen precies dezelfde stappen, dezelfde content, dezelfde modules. Alleen heb je dan niet een groepsessie, maar heb je 1-op-1 sessies met mij. Nog daarnaast, naast de stappen. Dus. En als ik bij jou in het programma stap, wat heb ik na 3 maanden? Dan weet je glashelder wat je droom is. Dan weet je waar je tegenaan loopt, waarom het er nu nog niet is. Dus je hebt tools gekregen om met je angst om te gaan. En je hebt onderzocht waar er nog misschien tekort en overvloed issues zitten. Of je nog mensen te vergeven hebt waardoor je niet verder komt. Daar heb je op gewerkt. Je hebt eigenlijk gewoon 12 stappen gekregen van mij. Die je iedere keer weer opnieuw kunt doen daarna. Ook als je uit het programma stapt, hè, want je werkt meestal aan 1 of 2 gebieden in je leven, die je daarna ook weer op de andere gebieden kunt doen. Dus je weet gewoon, zo kan ik mijn droomleven dichterbij brengen. En ik geef je de tools, ik geef je de begeleiding, ik geef je het supportsysteem, maar je moet zelf stapjes zetten. Ja. En daar moedig ik je met heel veel liefde en af en toe een liefdevolle schop onder de kont in aan.
Ja, dat klinkt goed. Ja. Ik ben heel even te kijken, we zijn nu 54 minuten aan het kletsen. Wij kunnen nog natuurlijk veel langer kletsen. Ja, dit zijn natuurlijk hele mooie, diepe onderwerpen. Wat bij veel mensen denk ik ook speelt. Maar mijn podcast wil ik altijd binnen een uurtje houden. Dus we gaan hem inderdaad afsluiten. Ik vond het weer een hele inspirerende podcast en een inspirerend gesprek ook weer. Want ik heb nu andere dingen gehoord dan zondag. Ja, toch ook wel. Toch wel weer. Dat is toch inderdaad wel weer leuk. En ik ga in ieder geval jouw website eronder zetten. En op social media in ieder geval kan ik ook aangeven wanneer je groepje start. En je gratis workshop. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, enorm bedankt voor het leuke gesprek. Ja. En voor de luisteraar, ik hoop dat je het ook een inspirerende podcast vond. Je mag het mij of Jolanda laten weten op onze social media. En dan hoor of zie je mij de volgende keer weer. Bye!